In deze video gaan we het hebben over Rune. Als je HiFi.nl bezocht de voorbije maanden of andere audio websites, dan ben je vast Rune tegengekomen, want er is eigenlijk best wel een hype rond deze software. Dat lijkt misschien gek als je bedenkt hoeveel het kost, want Rune is zeker geen goedkope applicatie. Het kost $120 per jaar voor een licentie of bijna $500 voor een levenslange licentie. Je moet dus een aardige investering doen gewoon om het te gebruiken. Ja, waarom zou je dat doen? En waarom is er dan zoveel hype rond? Wel, het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen in één of twee zinnen, omdat Rune net zo'n brede app is. Eigenlijk veel meer een app, het is eigenlijk bijna een platform met heel veel functionaliteit en heel veel mogelijkheid. Maar het is begonnen bij één simpel gegeven, namelijk hoe kan je het beluisteren van muziek terug leuk maken, terug plezierig maken, net zoals vroeger als je allerlei, als je albums vastnam en daartussen zat te zoeken of cd's. En dat mis je allemaal met digitale bestanden en dat probeert Rune toch wat terug te brengen. En dat doen ze op een heel mooie manier. Het lijkt misschien van ver een beetje op een soort iTunes, maar dan in een ander kleedje. Maar het is eigenlijk toch zoveel meer, zoals we nu zullen zien. Als je Rune opent, dan zie je meteen dat dit iets speciaals is. Je hebt een heel mooi overzicht op je eigen collectie. Hoeveel albums je hebt, hoeveel tracks, maar ook lyrics, reviews en images. Dus het draait niet alleen puur om de muziek die je in je eigen bezit hebt, maar het wordt ook verrijkt met allerlei metadata. En dat zie je goed als je bijvoorbeeld een album opent, dan krijg je meteen en heel wat biografische informatie te zien. En kan je ook op trackniveau allerlei zaken zien. Bijvoorbeeld, hier is een track van Gary Clark. Dan kan je bijvoorbeeld zien welke andere uitvoeringen zijn er allemaal beschikbaar. En je ziet hier ook meteen een andere feature van Rune, namelijk de integratie met Tidal. Een sterk punt van Rune is dat je eigen collectie naadloos integreert met Tidal. Dus als je bijvoorbeeld luistert naar muziek van, van Travis bijvoorbeeld hier, en je mist een album, dan krijg je die van onder aangeboden op de pagina van de groep. En dan heb je hier de albums in je eigen bezit, en hier zijn albums, dus de andere albums van dezelfde groep, op Tidal. En zo kan je echt wel op een soort muzikale ontdekkingstocht gaan zonder je gehinderd bent door welke bestanden je toevallig in het bezit hebt. En het gaat ook heel ver. Als je hier ziet bijvoorbeeld met wie het Travis nog samen heeft gewerkt of andere albums waar je nummers op verschijnen, dan krijg je een hele lijst aangeboden. En je ziet hier ook nog dan groepen die verwant zijn qua stijl of genre of qua invloeden. En kom je bijvoorbeeld bij de Smashing Pumpkins terecht. En zo kan je maar blijven nieuwe muziek ontdekken. Een heel krachtige feature van deze software. We hebben eigenlijk tot nu toe geen muziek afgespeeld in Rune. En dat is omdat we iets anders willen tonen. Namelijk dat Rune niet gewoon een app is, maar echt een platform. Rune ondersteunt namelijk niet alleen afspelen op je eigen computer, maar ook op andere hardware. En hier wordt het verhaal misschien een klein beetje complex. Je hebt namelijk Rune, zoals het draait op je computer. En dat kan een Mac zijn, een Linux computer of Windows, of op een NAS. En dat is eigenlijk Rune Core. Dat is eigenlijk de kern van heel de ervaring. Maar er zijn nog een aantal andere versies van Rune. Je hebt bijvoorbeeld Rune Remote. En dat is gewoon een gratis app op je tablet waarmee je Rune Core bedient. Je hebt Rune Bridge. Dat is een soort virtuele afspeel of een soort virtuele brug om Rune op een andere computer, of een Raspberry Pi bijvoorbeeld, of een Intel NUC, af te laten spelen. En dan heb je ook nog hardware van hi-fi fabrikanten, waar Rune ingebakken zit. En misschien wel het bekendste zijn natuurlijk de producten van Bluesound, die ook Rune-compatibel zijn. Maar wat betekent dat concreet? Dat je binnen Rune, of via Rune Remote, een zone kunt kiezen waar je muziek in wilt afspelen. Wie er goed oplet, merkt ook dat tussen de verschillende apparaten waarop je Rune kan afspelen, ook Sonos aanwezig is. Dat is een nieuwe feature die onlangs werd geïntroduceerd en waardoor de Rune nog krachtiger wordt. Heel simpel gezegd zie je in deze overzicht van zones zowel hardware die rechtstreeks aangesloten is op je computer, bijvoorbeeld een DAC, als AirPlay-producten, Sonos-producten, en producten die Rune-ready zijn of een Rune-bridge zijn. Dus hardware met Rune ingebakken of andere computers of Raspberry Pis. Dus je hebt heel veel mogelijke bestemmingen. Je kan ook producten
of toestellen van dezelfde type groeperen. Dus Sonos-toestellen in één groep stoppen, één zone. Of ja, aangesloten DAX of room-ready apparaten ook in één zone. En zo heb je echt een multi-room, multi-source gegeven. Je kan naar al die verschillende toestellen andere liedjes sturen. Dus hier bijvoorbeeld de Mojo selecteren. Dan hebben we hier van onder gewoon een afspeelmogelijkheid. En dan begint die muziek gewoon te spelen via de Mojo. Maar we kunnen op deze moment ook een stream sturen naar een toestel over het netwerk. Het mooie hieraan is dat transport over het netwerk gebeurt via een eigen room protocol. En dat is volledig lossless en in de hoogste kwaliteit. Dus Hi-Res wordt als Hi-Res doorgestuurd. Onlangs introduceerde Roon versie 1.3, een gratis upgrade voor alle Roon-gebruikers. En het is een serieuze upgrade. Er werd heel wat geïntroduceerd met deze update, waaronder die Sonos-ondersteuning, maar ook heel veel andere zaken. En wat daarin het bijzonder interessant aan is, zijn de vele DSP-mogelijkheden die nu beschikbaar zijn. Elk toestel dat aangesloten is op Roon heeft zijn eigen DSP-engine en een aantal instellingen waardoor je heel wat kan manipuleren. En heel wat DSP-instellingen, waaronder ook bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon, liefhebbers en crossfeed. En ook wat aantal zaken zoals parametric equalizing en ook configurations op de milieu voor... ik ga deze even opnieuw doen, want ik ben een beetje rommelig aan het zingen. Oké. Elk aangesloten toestel heeft zijn eigen DSP-engine. Dat wil zeggen dat je per toestel ja, een andere EQ-ing kunt doen. Je kan bijvoorbeeld ook crossfeed aanpassen als je met hoofdtelefoons luistert. En je kan ook kamercorrectie doen. En die opties die zijn goed verborgen, die hoef je niet te gebruiken. Maar als je er gebruik van maakt, dan kan je eigenlijk quasi alle aspecten van geluidsreproductie ja, toch wel aanpassen vanuit Roon. En dat is toch wel een heel sterke optie. Hier zie je ook dat er zelfs op speakerniveau nu ook aanpassingen mogelijk zijn. Zoals je ziet is Roon iets zeer krachtig. Het is echt een hele mooie fundering om een hi-fi huis op te bouwen. Je kan daar heel veel mee doen. Je kan hoogwaardig audio sturen naar ja, heel wat hardware. Je hebt een heel mooie manier om nieuwe muziek te ontdekken. Het integreert heel goed met streaming. Ja, je hoort gewoon, we zijn ook wel fan van Roon. Het is natuurlijk geen goedkope app. Interessant is wel dat je het voor een tweetal weken gratis kan uitproberen. Ja, dat is toch wel mooi vooraleer je zoveel geld uitgeeft aan uiteindelijk software.